Hi guys, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Milan en vandaag spelen we Farming Simulator 22. En dit wordt een nieuw seizoen op dit kanaal. Dus willen jullie meer video's, dan kunnen jullie zeker dit account volgen. Dus wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk een stuk dat je meegaat in het boerenleven. Maar ik ga eerst even kijken terwijl ik babbel voor geluid een beetje te kunnen verzachten. Dus ja, even kijken. Sorry dat ik lange tijd niet heb geüpload. Oprecht excuus daarvoor, maar ik moest natuurlijk focussen op school en school gaat natuurlijk meer voor Kenijden en Barre. Hij is ook wat aan het stoppen met zijn YouTube-kanaal, maar niet echt stoppen, maar hij heeft gewoon een korte pauze gepakt, ook voor school en zo. Nu zit hij ook in de examens, dus ja, maar we gaan gewoon kijken. Dus we gaan hier even een eigen dompje kopen. Oh, kijk, trein. Oké, waar zijn wij nu? Oké, we zijn hier en we gaan dit veld kopen. Dus nummer 38 is van ons. En we zitten nog aan 1 miljoen euro. Dit is ons startkapitaal, maar we moeten onze boerderij ook natuurlijk nog bouwen. We gaan eerst kijken of het al klaar is om te kunnen oogsten. Het is augustus. Oké, we zien al. Ik moet niet op het veld gaan dat aardappeltjes zijn. En onkruid 50%. Normaal zet ik onkruid uit. Maar misschien moet ik het aan laten staan. Ik zet het voor nu uit. Als jullie zeggen, zet het aan. Dan ga ik het aanzetten. Groeivernietiging doe ik zeker uit. Oh ja, als ik over mijn veld rijd, per ongeluk dat er niets stuk gaat. Ik heb gekeken. Sommige YouTubers zetten dat ook uit. Dus ja. Dus oké, de aardappeltjes zijn aan het groeien. Ik ben niet echt een voorstander van aardappelen. Maar oké. Dus we gaan gewoon even kijken hoe we rustig kunnen doen. Bijvoorbeeld een huisje. Natuurlijk kunnen. Dit mooie huisje kunnen we hier ook. Kunnen we hier neerzetten? Dat vind ik toch een goede plaats. Voorop staat er. Vind ik wel nog een mooie plaats hier zo. Dus ja. Nu gaan we eens kijken. Ook voor de broeikas effect. Of ja, broeikas. Geen effect. Maar Oké, we kunnen even kijken. Garage, hier kunnen we autootjes inzetten. Hier kunnen we ook dingen inzetten, maar deze trottoir is wat hoog. Dus ja, wat we kunnen doen is broeikassen. En dat is dat we dan aardbeidjes en al die dingen planten. Dus ik denk dat we gewoon rustig met de zone gaan beginnen. Weet je, met van 5000 en die zitten gewoon voor het gemak hier. We gaan eerst met eentje starten. Om gewoon rustig te beginnen. En zo kunnen we ook een beetje de boeren dinges beginnen. Wat we ook direct gaan doen is een beetje de boerderij met silootjes aankleden. Ja, zo'n beetje beginnen. 80, 900.000, 2000, 6000. Oké, moet je wel een beetje kijken. Dus wel direct. Het kan daar ook in 16.000 in. Dus misschien. We gaan kijken even voor. Ik kan daar niet zoveel in. Voor de wat goedkopere. Natuurlijk. Want we zijn maar net begonnen boeren. En natuurlijk hebben wij niet al het geld. Ik ga ook geen geld incheaten. Voor de mensen die zeggen. Misschien moet je dat doen. Nee, ik ga het gewoon niet doen. Want ik vind dat gewoon niet echt eerlijk. Ik speel met mijn vader ook en die doet dat wel. Samen doen we dat wel. Maar
als ik alleen speel, cheat ik bijna nooit dingen in. Omdat ik ook zeg van, ja, oké. Je kan het doen, maar ik vind het niet leuk. Je moet ook een beetje. Een boer kan ook geen geld in cheaten. Oké, wat brengt het meest op? Ik denk dat sla het meeste opbrengt. We gaan gewoon even kijken. Wat het meeste opbrengt. Oh nee, dat is hier niet. Waar kunnen we dat zien? Come on. Oké, hier. Diesel. Oké, even kijken, 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 kijken. Hier, sla. Dus dat is 1000 al. Kijk, tomaat is 1100. Oké, dat is, sla is meer. Ja, aardbeien moeten we zeker niet pakken. Dus pakken sla. Wat we direct wel kopen is een. Ons eerste voertuig. Ik ga beginnen met een middelgrote tractor. We kunnen ook onze eigen kentekenplaat maken, maar dat komt nog. Dat kost heel erg veel centjes, dus dat gaan we niet doen. En nu ben ik gewoon aan het kijken voor hier. Oké, we pakken die wel, die van 25. Daar kan er wel meer in. En hier 137 en hier 8000. Dus we gaan gewoon lekker deze pakken. En we gaan gewoon direct naar hier. We gaan gewoon direct beginnen. Zoals je ziet kan je ook gewoon schakelen. Maar ik heb niet echt zin om dat in te schakelen. Ik denk dat dat meer handig is als je een echt stuur hebt. En niet als je gewoon met de controller speelt. Ik speel dit op de PlayStation. Dus hier wordt het er niet in geëdit. Omdat het redelijk moeilijk is. Wat je best doet is geen watertank kopen. Zo'n waterding is voor op je terrein te zetten. Want dat kost geld. En je kan gewoon water hier uitkomen pakken. Uit de sloot. Of ja, uit de rivier. Dat is meer Nederland. Wel ze meer zeggen in Nederland. Uit de sloot. Maar dat is wel kut dat je niet zo geen klein riviertje hebt, maar dat het direct zoiets is direct. Voilà, die zijn nu lekker aan het vullen. Je ziet ook dat hij een beetje aan het wegglijden is, maar komt in orde, is aan het bijvullen. Er moet één deel wel onder water zitten, anders lukt het niet. Wel logisch ook. Ja. Oké, ja. Voilà. Het is ook gewoon een grasstukje, dus is niemands eigendom. Het zou wel een beetje raar zijn als er hier een tractor zou moeten oprijden voor te ploegen en af te rijden omdat het heel erg hobbelig ligt. Wel opkijk, oppassen dat we niet tegen andere auto's aanrijden. Ja, normaal zou ik dat hier dit stukje uitknippen, maar dat ik kan niet. Of ja, het kan wel allee, het kan. Je kunt wat editen op de kop. Op de PlayStation, maar dat zie ik niet echt zitten, want het is een heel erg moeilijk ding. Ik zal kijken even of het makkelijker kan. Ja, maar ik zie mij niet echt Farming Simulator spelen op de, ja, moet ik zeggen, op de computer. Dat zie ik mij niet echt spelen. Want ja, ik ben het al een paar jaar gewoon dat ik gewoon even op de PlayStation kan spelen Farming Simulator. Ik ben alle knopjes gewoon, anders moet ik nog al die knopjes veranderen. En ja, normaal moet er hier zo'n
1,5 tank in. En zo in. Dus we gaan proberen hier te pakken. Ik weet alleen dat het hier heel erg moeilijk is om water uit te pakken. Jammer dat dit wel heel erg veel water inneemt. Maar ja, het is toch gratis. Je kan ook met geld. Maar als je liever oppast met je geld, is het best dat je deze manier pakt. Even kijken of aan de overkant mooie plaatjes zijn voor even zo af te rijden naar beneden. Ja, hier zijn er wel, maar met die bomen is het een beetje ambetant. Okay, hier denk ik dat ik ergens een mooi plaatje heb gevonden. Ja, kijk, 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 kijk. Je moet wel helemaal bijna op het einde rijden van deze rivier, maar je hebt dan tot eindelijk wel een... ja, beek, rivier, kanaal, I don't know, ik het noem het omschrijven, of wat de juiste naam hiervoor is. Ik kan het niet echt inkaderen. Oké, we mogen niet diep rijden met de tractor. Dat is echt niet gemaakt voor de tractor. Weer in het water te rijden. Maar ja, we doen dit toch. Hier gaat het wel wat moeilijker worden dan voor. Dus we rijden hier een beetje achteruit. Dan direct hier draaien. Dus dat zal wel lukken. Dat is wel ambetant dat we altijd zo moeten wachten. Tot het, alleen dat het zo kort duurt. Laten we zeggen. Er zijn ook verschillende seizoenen. Dus het kan op een dag zijn dat het plots gaat beginnen te sneeuwen. Maar dat is dan echt in de winterperiode. Hij kan ook niet echt. Bijvoorbeeld is winter en je wilt tarwe planten. En het is niet het plantseizoen. Dan ga je het ook niet kunnen planten. En ik weet niet bij oosten, maar ik denk ook niet dat je het gaat kunnen oosten. Dus als je zegt, ik wil hier echt van af. Dan is het best dat je het gewoon weghaalt. Oftewel moet je heel erg veel geduld hebben. En maken dat je genoeg geld hebt voor een ander veld te kopen. Net like nu. Dus dat is wel leuk. Met zo'n broeikas. Dat je dan meer daar ook kan op focussen. Als je velden aan het groeien zijn. Oké, kijk. Die zetten we hier neer. En de tractor zetten we wel hier even neer. Dus daar heb je ons huisje. Ik kan ook direct slapen, maar ja, voor even te skippen, maar hebben we er geen zin in. Het is aan het groeien en aardappels. En we gaan even kijken in welke aardappels waar we ze kunnen best oosten. Oké, het oogstseizoen is augustus, september. Dus ze kunnen binnenkort al klaar zijn. Als ik het ja, goed zie. En het plantseizoen is maart, april. Dus dat is net hetzelfde met druiven en olijven. Maart, april, mei, juni. Of ja, dat is bij de olijven. Juni is niet bij de druiven dat je ze kunt planten. En voor maart oosten kan je maar de olijf... Ja, de olijven kan je maar in oktober. Maar op... In één maand maar. En de druiven kun je in september, oktober en... september en oktober. Dus we moeten gewoon even wachten. Het moet geploegd worden. Dus hierna gaan we het lekker ploegen. En ja. Kijken of het dan nog een beetje mest nodig heeft. Als we het gaan geplant hebben. Ja, nu is het eigenlijk gewoon een beetje wachten. Tot het gedaan is. Oké, we hebben nu al 10 liter sla. Dus dat is nu redelijk. We kunnen ook al kijken voor kippetjes of andere leuke diertjes, maar de kippen zijn eigenlijk het makkelijkst. Of we kunnen kijken voor een leuk veldje hiernaast bijvoorbeeld. Hier is er katoen aan het groeien voor nog een leuk veld te kopen, maar ik denk eerder dat het wel leuk is voor een
kippetje of zoiets. Of diertjes, even leuk. Bij ons te hebben. Dat ook wel. Dat we geld mee kunnen farmen. We kunnen ook gewoon. Bijen dingen zetten. En dat we daar. Niet veel moeten achterkijken. Dat kunnen we doen. Dus hier hebben we bijen. En hier hebben we het grondje natuurlijk. We kunnen hier leuke bijen dingen zetten. Laten we hier eentje van 6000 zetten. Ook al kunnen we, maar we kunnen hier een paar van neerzetten natuurlijk. Later kunnen we hier ook allemaal leuke, moet ik zeggen, leuke fabriekjes neerzetten. Maar als jullie meer willen zien, moeten jullie maar gewoon blijven kijken. Als jullie willen dat er meer komt. En als jullie niet willen, ja. Dan. Daar komt de honing dan geplaatst. Dus honing komt hier geplaatst van alle leuke bijtjes die honing gaan binnenbrengen. Dus het bereik is 75 meter. Dus ja. Hier staan er wel leuke kleine bloemetjes. Beetje. Even kijken of. Je hebt decoraties, lampen. Oh. Dat is ook wel nog leuk. Voor leuke lampjes een beetje op te zetten. Voor het wat te decoreren. Vind ik wel nog een leuk idee. Voor een beetje leuke lampjes bij te zetten als het donker wordt. Dat moet je toch een beetje zien. Waar we rijden natuurlijk met onze tractors. Je kan ook zeggen, ja, we kunnen leukere lampjes zetten. Maar dat is een beetje oud en vind ik wel eigenlijk heel erg leuk. Zo'n beetje zo'n lampjes, ouderwets. Heeft wel iets, vind ik. Toch zelf. Dus ja, misschien nog een beetje hier. Leuk. Hier zo. En hier aan de wegstraat. De kant van de straat een beetje. Dan de auto's ook wel wat licht hebben. En voor. Oh, hier kunnen we dit leuk maken. Zoals je ziet, die kan echt super leuk alles decoreren hier. Dus. Het is niet echt heel symmetrisch. Maar het is het ding is dat telt. Fun. Hier en hier kan er een lampje. Hier, hier en hier. En dan misschien hier ook nog gewoon bij dit paadje. Lekker leuke lampjes neerzetten. Ik weet het, dat hier een beetje overlicht zijn, maar dit ziet er eigenlijk best wel cool uit. Ik kom hier zo lekker tussen die lampjes aan. En oké, je kan ze ook niet zelf aansteken. Dus dat is ook al nog redelijk chill, vind ik. Misschien moeten we best wel gewoon nog een autootje kopen. En dat kunnen we hier rustig. Dat hier. Ik weet niet hoe lang we opnemen. Maar voor in het vervolg. Ga ik een timer zetten hoe lang we bezig zijn. Voor dit niet te voorkomen dat ik iets te lang opneem. Dat jullie niet hier de hele tijd zitten. Oké, we gaan wel even kijken voor deze auto. Want die kost iets minder en ook meer wat bakruimte vind ik. En in die andere had je nog daar een
4 zit. Of ja, dat je nog een achterkant ding is. Het is al een modernere auto, maar het is niet omdat het moderner is dat het beter is. Want hier heb je een grotere koffer nu. Ik vind dit eigenlijk eerder beter dan gewoon. Dus kijk, dan kom je hier rustig aan gereden en zet je je auto in de garage of zet je gewoon hem hier leuk neer. Dan kom je hier wel lekker thuis. Oh, hoe je al tussen. En dan ga je naar binnen en slaap je. Ik zie het al helemaal voor mij. Als het in het echt zou gebeuren. Maar ja, we zijn nu gewoon een beetje aan het wachten voor de aardappels. Dus ik denk dat we rond deze video een beetje ons. Ja, hoe moet ik zeggen? Onze. Deze video gewoon gaat zijn met. Dat we leuk de video. Of ja, ons terrein een beetje gaan decoreren. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Oeh, misschien wordt dit wel nog leuk als er hier een poort wordt neergezet. Dat is gewoon een gek. Ja, tuurlijk. Oh. Kijk, ja, dat is veel te klein. En hier zal het ook veel te klein zijn. Misschien lukt het hier wel, maar... hier zie ik niet echt het nut, of ja. Het is al mooi, vind ik. Zien we het hier weer hier. Oeh. Dit kan ik niet lopen, hallo. Oké, en gebeuk. Ik denk dat er ook gewoon een poort is die daar is gekomen. Die er eigenlijk niet moet zijn. Ja, zie je, er is ook een poort gekomen die er echt niet moet zijn. Dus ik ga nog even kijken of we die poort echt niet weg kunnen doen. Nee. Oké, ja, dit kunnen we eigenlijk wel een beetje gebruiken als hekje. Oké, dat is een bug. Dus daar kunnen we niet veel aan doen. Dus ja, misschien kunnen we het later wel wegkrijgen. Dus, maar ja, we gingen de video lekker. Oh, je ziet me daar even springen. Zoals je ziet zijn hier de fabriekjes. Allemaal lekker en gezellig. Oeh, dit is wel een beetje groot. En dat is een soort windmolen. Ik weet niet of dit past hier. En dan zijn we wel wat geld kwijt. Wat is dit? Ik denk toch dat we een beetje zonnepaneeltjes gaan gebruiken. En dat we dat hier zo gaan neerzetten. Voilà. Misschien pakken we 3 zonnepanelen. Even kijken of dit goed staat hier. Ja. En zo sparen we wel geld uit. Ja. Ik zou zeggen, dit was het einde van de video.
Ik weet niet hoe lang ik aan het opnemen ben. Als dit te kort is, sorry, maar dan ga ik de video van de andere even langer maken. Deze komt ook niet online. Wanneer in deze maand? Ik denk dat deze rond de kerst of zo zal uitkomen. Ik ben ook mijn eigen game aan het maken in samenwerking met een Thomas, denk ik. En ja. Voor het YouTube-kanaal. Waar dat. Dus mijn collega Thomas live is. Of soms op gaat. Is het YouTube-kanaal hier op het einde. Dus blijf zeker kijken. En anders is het hier in de bio. Als jullie dat makkelijker vinden. Maar als ik zeg, vergeet niet te abonneren en te liken. Of ja, dat mogen jullie doen. Maar dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Dan zet zeker ook het belletje aan als jullie geabonneerd zijn. En dit is gratis. Ik zal mijn Twitch-account hier ook in de bio zetten. Misschien kom ik daar eens live op. Wie weet. Ik denk dat ik meer mijn livestreams op Twitch ga doen. Dan, ja, dan op YouTube. Omdat op YouTube ik niet live kan op dit YouTube-kanaal. Dus ja, dus ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren en te liken. En ik zou zeggen, tot de volgende video in later.